dat was wel mijn eerste reactie van oh nee, toch niet weer. En nog sneller, nog meer. Maar goed, dat denk je 3 seconden en daarna is het weer hup, schouders eronder. En inmiddels weten we wat we moeten doen. Ik heb hier straks 20 priklijnen en ik hoop hier echt gewoon heel veel Nijmegenaren en omstreken te kunnen prikken. Wij zijn nu aan het opschalen, mede met onze eigen GGD-mensen van andere afdelingen intern. We putten uit de reservistenpool. Dus dat zijn echt wel, dus daar waar wij mensen in kunnen zetten, zijn we ze nu ook aan het opschalen, zoveel als dat wij kunnen. Mensen kunnen online of via het callcenter van de GGD een afspraak maken. En wij verzoeken mensen ook met klem om dat te doen. Want wij kunnen mensen alleen vaccineren die een afspraak hebben.